Hallo dames en heren van XP.nl, welkom terug bij een nieuwe video, een nieuwe aflevering van Fire Emblem The Heroes of Light and Shadow. Vandaag gaan wij verder met de prologue chapters. Als je de vorige aflevering niet hebt gezien, wat er gebeurde is basically we werden aangenomen als knights, heel interessant. En we moesten met onze kameraden tot de dood vechten en vechten tegen de prinses. Ja, voor meer detail kun je die video terugkijken. We gaan nu naar Prologue Chapter 4. New friends! Oh, nog meer nieuwe vrienden. Yay! Hier zit ik dus echt niet op te wachten. What's wrong, Luke? Ik ga Ryan vanaf nu die stem geven. Don't you think it's a crying shame that there aren't any cute and caring clerics around? Sylvain? Sane? Lorenz, is that you? What do you mean? Well, a knight thrives on romance, right? Like if I were wounded in battle and a lovely cleric came to my aid. Hey Tim, the Ordinary. If we had a cleric... Stomme bijnaam. If we had a cleric like that with us, I bet we'll fight twice as hard. Well, I don't know about the romantic part, but it would make our lives easier if we had a healer on our side. Unfortunately, I don't think there are any healers around here, Luke. It might be a good idea for us to ask someone for assistance on the matter. Tim, everyone, please listen. I bring good news. They found us someone who can support our platoon. It appears we might be joined by a healer. She's finally here, my lovely cleric. Out of the way, let me add her. Pleased to meet you. I am Riss, a humble cleric. Oh, waarom is dit zo fucking grappig? I cannot fight, but the staff I carry can heal your wounded. Yes, I heard the whole thing from Sir Jagan. If you like, I can lend you my services as a healer. Oh my, has something terrible happened? Your face looks awfully pale. Have you been taken by illness, my boy? It's nothing. He's just overwhelmed with joy right now. Pay no heed to Luke. We're all fine. Pleased to make your acquaintance, Riss. Well then, let's continue the combat training. Everyone, you had better be prepared. Ik moet hem geen drill sergeant voice geven. Ik moet hem even iets vriendelijkere. I've decided that you will have a rather unusual instructor for today's practical training. This is Miss Athena, a foreign myrmidon who helped us in the last war. We are indebted to this country, and we wish to return the favor. And any woman would do the same. Dit is Athena, dit is Russian Myrmidon. We are bad at teaching, but we are using swords. We will not lose. Athena is a Myrmidon with excellent speed and an opponent you must be very cautious of. Tim, do your best. Okay, dus dit is het. Even kijken. Athena is best wel scary, want ze is sneller dan ik. En sneller dan Sheeta, dus dat is scary. Oh, is niet sneller dan Sheeta? Beter dan Athena. Oh my god, ze is sneller. Dat wil nog niks zeggen, though. Is zien. Geen two-range weapons hier. Iron sword. Deze guys komen ver, man. Ik denk dat het beste is als we bijvoorbeeld Sheeta hier neerzetten. Retreat met al deze grappies. Ryan hier, van achter het muurtje kunnen we snipen. Oké, ik zelf... wil wel. Wacht. De mercenaries komen. Oké, de soldiers komen wel in de hoek. En de mercenaries en myrmidons niet. Oké, dan zet ik mezelf. Wacht. Hoe zit het met deze pillar? Oh, de mercenary komt er wel. Ik zet mezelf hier lekker onder in de hoek neer. Strategy. En de rest laten we terugtrekken. Nou, I guess this is fine. Hupsa. Want deze soldiers zijn niet heel erg spectacular zo. Die kunnen we makkelijk hebben. Lekker experience. Bap. En bap. Goodbye. En ik ben level up. Eens zien wat er nu gaat gebeuren. HP, strength, skills en speed. Very nice.
Uh-oh. Help! We got a problem. Athena zal sowieso onze cavaliers dubbelen. Zit ik aan te denken om jou op de pillar te... Oh, shit. Ik klikte te snel. Ik zet jou op de pillar, Rhodey. En... I guess... We kunnen een soort van muurtje gaan vormen dadelijk. Laten we met Ryan even deze soldier chippen. Very nice. Ryan is level up, eens kijken. Best wel een goede level up. Beter dan alle level ups met Gordon in de hele Shadow Dragon playthrough, that's for sure. Hoppa. Dus dat is goed werk van Luke hier. Nu kunnen we mij gaan healen. Let's heal myself real quick. Wat we dan kunnen doen is bijvoorbeeld Sheeda hier neerzetten. En dan geven we mij de kill hier. Eens zien hoeveel damage doet Athena. Athena heeft 15 attack, ik heb 5 defense. Oké, I'll be fine, right? We hebben hetzelfde aantal speed nu. Dus I'll be fine. Hupsa. Ik dacht al dat dit ging gebeuren. Wie wil challenge you? Oh god. God damn it. I blundered. My apologies, Jim. I'll be a burden like this, so I'll withdraw for now. Oh god damn it. Waarom zijn die zo zwak? I'll be right back. Alright, ik heb nu een andere strategie. En ik hoop dat deze wel gaat werken. Wat ik nu ga doen is, ik hou lekker Sheeda hier. En het muurtje hier tussen. De enemies kunnen hier niet komen. En met een beetje geluk kunnen we Athena zo positionen dat ze hier zeg maar in dit smalle hoekje komt. Waar we met Ryan kunnen gaan beschieten. Ryan heeft dit keer wel een slechte level up. Bad. You suck, Ryan. Uh-oh. Wie wil challenge you? Haha, maar je dubbelt niet. Zij is echt tough, man. Tough as nails. Oké, wat doen we hier? Ryan doet 8 damage. That's not good. We zouden eventueel nog een turn kunnen wachten. Nu ben ik full health, namelijk. En dan zetten we... Ik haat deze cramped corners. Zo, dat is misschien een betere positioning. Is zien. Pew. Oh, goddammit. Stomme RNG. Ik ga even aan de kant mezelf. Hoppa. Ryan cheese. Oké, nu healen we... Sheeda even. There you go. Het is ook mogelijk dat je hier George bevecht in plaats van... Oh, very nice, Sheeda. In plaats van Athena. Oké, dus hoeveel damage doe ik eigenlijk? Ik doe... Ik heb 15 attack en Athena heeft 4 defense. Dat moet een kill zijn. Dus we laten Sheeda even terugtrekken van combat. Je moet eigenlijk de units die we nu hebben... Behalve Riss en Sheeda moeten we eigenlijk trainen nu. Hups. We give up. Very nice. Het leuke is dat we nu nog kills kunnen gaan weggeven. Ik zou zeggen Rhodey ofzo. Hier, Rhodey, kill deze mercenary maar. En dan laten we Luke de Myrmidon killen als hij dat nog kan. Let's go, Rhodey. Of Luke, sorry. Dit zal vast niet de eerste keer zijn dat ik ze door elkaar ga halen. Hoppakee. Map clear. You are strong. Especially you. You, what is your name? My name is Tim. Junior Knight Tim. Tim, we will remember that. You are our friend. We will aid you if you want. Very nice. Mogen we nu Athena gebruiken? Today's training is over now. With that, I shall give you an interim report. Interim report? For the very first test until now, I have evaluated your manner of combat.
more of your allies that have been injured and forced to withdraw, the poorer your score. Get ready to listen up. Yes, sir. Commander Tim of the 7th Platoon, of the 20 junior platoons, you place first! Wonderful work, Tim. You are most talented. Amazing. We did it. We did it, Tim. It's all thanks to you. But don't let your guard down. Placing first doesn't give you an excuse to start slacking off. That is all. You may return to the castle. Ja, want er wordt meer van ons verwacht natuurlijk. This castle sure is massive. It's a huge difference to the house in my hometown. Now, where were the 7th Platoon's chambers again? Oh my, you're a junior knight, are you not? The princess! Yes. I'm Tim. I came here hoping to become an Altaïa knight. And you are? I'm Elise, Marth's elder sister. Excuse me, your majesty. Marth's elder sister, please excuse my lack of manners. It's alright, Tim. I think it's very admirable that you've come to help Marth. It's an honor to serve Prince Marth, the Hero King. The Hero King, you say? It does seem that our people have grown fond of him calling him that. But truth of the matter is that Marth is just a weak, vulnerable child. Oof! Prince Marth is weak? Yes, of course he was the hero who triumphed in the battle against the Shadow Dragon. However, behind his heroic face, Marth is an idealistic child who firmly clings onto his beliefs. And as you too must know, the real world cannot be saved with just ideals. Yes. Even as we speak, somewhere unknown to us, our people's lives are being lost. Marth cannot save those people. Yes, that's true. Even the most excellent of kings is not an opinion but God. The king is no more than human, and there are limits to the things they can do. Yes, precisely. Most people realize this and come to terms with that reality. But Marth cannot do that. He truly thinks that he can save everyone. Oh, reminds me of myself in some way. In war, losing just one companion is unbearable for him. Gelukkig maar dat ik in Fire Emblem Shadow Dragon gewoon op Jagen na gewoon niemand ben kwijtgeraakt. He suppresses his feelings with his willpower, but I know that inside his heart breaks and bleeds. In this cruel world, it will become increasingly difficult for him to hold those ideals. Or to continue to hold those ideals. Tim, if someday you should achieve knighthood, please protect him somehow and keep his ideals safe. Uh-oh. Is it the schuld van Elise dat wij zo'n slechte avatar zijn geworden? Anyway, Prologue 5. Laten we al deze bullshit vergeten en gewoon verder gaan. March duty! Ah, this forest sure is nice and peaceful. Yeah. Just walking around here makes me feel rejuvenated in a way. Yeah, same here. Oh, by the way, we're lost, aren't we? Hey, Tim the Ordinary. Wasn't this supposed to be, you know, a shortcut? Well? Sorry. I did think it was, really. We're definitely lost now. What? You don't need to tell me that. I figured that out ages ago. Everyone, please, we mustn't fight. We need to work together in times of crisis. She's right. There's no point in crying over spilt milk. Rather, let's find a way home. Milk. Dipples in the milk. Ladies and gentlemen, our new mission. Find our way back to Altaïa Castle. Of course, we should not try to wander around aimlessly while we find our way. Alright, we've totally fallen behind the others. Altaïan knights, lost in Altaïa. Sir Jagan is gonna kill us. I'm honestly very sorry. It's fine. If we march all night, we can make up for lost time. Ah, please wait. Could that be? What's wrong? Over there, that village is under attack. Thieves? Oh my god, it's a warrior. Steal, burn, loot, pillage. Kill everyone who tries to flee. Yes, yes, that's it, that's it. The more you let riot, the smoother our chap will be. Legion? Hij is fucking gek. Bandits here. Bandits here? We can't just ignore this. Everyone move out. The good music. Yes. Deze muziek is zo goed.
Oké, we hebben hier dus een paar ruffians. Oh, we hebben hunters. Dus Shida gaat het niet leuk vinden. We hebben hier een thief. Dus die zijn aardig snel. En we hebben barbarians. Oké. Oh, en een hand axe barbarian. Blijkbaar. Okay, ik zet mezelf lekker hier neer samen met Athena. Shida erbij, I guess. We kunnen hier gewoon, omdat ik die units graag wil trainen. Luke en Rhodey, zetten we ze hier neer. Zetten we Luke met zijn zwaard op het fort. Weapon triangle, bitch. Huh? Dit is Fire Emblem Shadow Dragon muziek. Maar ik herinner me toch echt daadwerkelijk dat in Fire Emblem New Mystery of the Emblem Book 2 dat we in plaats van Shadow Dragon muziek dat we toch een ander liedje hadden. HP, speed en luck. En de vulnerary, dankjewel. Oh, hallo. Pew. Auw. Hallo. Pew. Oh, hallo. Prik. Oké, we hebben hier drie enemies boven. Oh, het is Merrick! Het is Merrick! Bandits. Prince Marth would be saddened if he saw this. Hey, who are you? You don't look like you're in the league with the bandits. You've got brown hair. I gather you're the commanding officer? Very well, I shall join you. The name's Merrick. I'm a mage from Kadeen. Your orders, please. Merrick! Dus ja, dat is Merrick. Ik ben helemaal vergeten om in de vorige aflevering over de units te gaan. Basically, in het kort, dit ben ik. Meest broken character in deze game, omdat ik in alles kan reclassen. Super goede base stats en growth heb. De avatar character is bij verre na de beste character stat-wise in deze game. Writing-wise is hij slecht. We hebben Ryan. Ryan is een soort van tweede Cordin, alleen met veel betere growths. Meer is er eigenlijk niet om te zeggen over Ryan. Ik weet niet of ik hem ga blijven gebruiken. Ik ben wel van plan om te gaan benchen als hij niet heel erg goed blijkt te zijn. Hier hebben we Luke. Luke is gewoon een van de drie starting cavaliers waarmee de game begint. Zoals ik al zei, elke character in deze game heeft best wel goede growths. Dus daar zal het niet aan liggen met deze character. Hij wordt uiteindelijk best wel goed. Hetzelfde geldt voor Rhodey. Alleen heb je hier weer de... in dit geval is het niet de red en green, maar de blue en green cavaliers. De ene heeft een betere strength, de andere heeft betere speed. En er zit gewoon een bepaald verschil tussen deze twee characters. En je zult vanzelf wel zien wat dat gaat zijn. Ik weet het niet in de details, maar dit is een soort van de Cain en Abel van deze games. Cain en Abel joinen pas veel later, dus die zul je niet zo snel zien. En dan hebben we Riss, net zoals in de oude games, zeg maar je healer, die... ik toch op een gegeven moment ga ditchen voor een betere, I guess. Ook al is Riss best wel een leuke character. Je krijgt veel minder healers, volgens mij, in deze game krijg je iets minder healers. Je krijgt Lena en Maria krijg je sowieso niet. Dus dat is weer nice, I guess. Dan hebben we Shida. Shida joint ook veel later in deze game. Hetzelfde geldt voor Athena. Basically, alle characters zoals Merrick, Athena, Shida en Riss, die joinen allemaal veel later pas ergens. Die zul je echt niet zo heel snel 1, 2, 3 krijgen. Vandaar dat ik ook deze units, Luke, Rhodey, Ryan en mezelf aan het trainen ben. Maar ja, Shida is gewoon fucking goed qua base stats. Kijk dan één keer naar die stats. Pas als de daadwerkelijke game gaat beginnen, zal ik ook veel meer in-depth op de units gaan kijken. Nu ben ik gewoon even heel snel doorheen aan het gaan. En dan hebben we Athena, gewoon snel. Basically, alles wat een Myrmidon hoort te zijn, dat is Athena. Ik ga lekker Merrick uitproberen. Merrick owned deze guy. Athena owned deze guy. Maar ik wil gewoon even lekker smaken. Want ik wil experience, want ik krijg jullie pas veel later in deze game. En ik weet niet eens of de experience dan wordt overgedragen naar jullie. Merrick kan deze thief wel afmaken. Oh nee, wacht. Thieves geven extra experience, right? Als een thief killer geeft extra experience. Dus Rhodey, here you go. Die gaat niet wasten op een van de scheid-characters die ik pas later joinen. HP, skill en resistance. Holy shit. Een super zeldzame stat om te levelen in deze games. Resistance.
Let's go. Setting up a kill for Luke. Bum. Ba-dum, bum, bum, bum. Okay. Bum, 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 bum. There you go. And Luke heeft ook bijna een level te pakken. Dan gaan we hier met Athena deze guy afmaken, I guess. Wacht. Laten we dat maar gewoon met Sheena doen. I don't really mind. Oh, een critical hit op 3%. Het was geen foute keuze om het met Sheena te doen, blijkbaar. Zitten jullie hier neer? En ja, we zouden kunnen healen met Riss, maar daar hebben we niet echt veel aan, I guess. Merrick met zijn 2 range. Wacht. Wauw, Athena heeft een fucking goede weapon rank. Hoe zit het met Merrick? Merrick heeft een slechte weapon rank. Voor characters die ik heb gebruikt in Shadow Dragons zijn de weapon ranks echt flink gedaald. Ja, maar dat krijg je met sequels, hè. Je kan geen data overdragen tussen die twee games. Of dat was toen heel moeilijk met de DS, I guess. Gahaha, just die already. Yeah. Woosh. Geen double attack? Merrick, come on, man. Oké, wie gaan we de kill geven? Ik denk Luke. Gewoon perfect. 1 HP. Wacht, 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 hand axe. Auw, hij hit ook nog gewoon. Jeez. Prik aanval, let's go. Bang. En de ruffian is dood. There you go. Level up for Luke is seen. HP, skill, speed, luck, and defense. Pit goede level up. I'm glad everyone is safe. Might you be Altaian Knights? Tim, maybe this Merrick is a friend of Prince Marth. Zijn allemaal vrienden van Prince Marth. That is it. He must be Merrick the Windmage. I heard he even fought alongside Prince Marth during the War of Shadows, and he was the legendary god that killed the Garnefs and the Fate Garnefs. I'm a little nervous now. Ga handtekeningen verzamelen. Prince Marth summoned me to help train the new knights, but sadly you seem to be rather lost. Welkom in het bootje. Would it be alright if you would show me the way to Altea Castle? To Altea Castle? Uh-oh. Just as planned. Oh. Hello. Zij is wel old, to be fair. Ze ziet er wel mooi uit. New Mystery of the Emblem art, Heroes of Light and Shadow art, is best wel mooi, to be fair. Roro. Oh ja, hij is Roro. Oh, Clay. You have something else to do? Quiet, you. It was easier than taking candy from a baby. I don't waste my time like you lot. You and Ayn had better end this quick. It's not hard. Yeah, whatever. And the Ender skulking about is going to get us results. We got us a plan. We kill Marth without fail. Ooh. Finally, Altea Castle. We're back at last. Huh? What's the matter, Tim? Is there something bothering you? Yes. Katarina, did you see him? Among the bandits. There was a funny man with a mask. Oh, hij is zeker fucking grappig. Hij is stand-up comedian in zijn vrije tijd. Didn't count him amongst the dead. It's a little worrying. A masked man, huh? I'm sorry, I didn't see him. Well, it's okay. We did beat them in the end. Hee-hee. All this worrying has gotten me hungry. Come on, Tim. Let's go and find something to eat. Please, come in. Commander Tim and Katarina of the 7th Platoon, reporting as ordered, sire. Please calm yourselves. You may stand at ease. Yet you summoned us so suddenly, my lord. Is it to do with the bandits we subjugated? Are you, sire, reprimanding us for disobeying your orders? No, not at all. It's quite the opposite. Your actions have saved many. As a ruler, my duty is to protect my people, and I'm truly grateful for what you did.
We're honored to be of service, but that was tougher than any of our training. Phew. Tim, and you as well, Katarina. I heard from Jagan that you have been exemplary cadets. Is that so, sire? Sir Jagan never intimated as much. I've seen your skill and I agree wholeheartedly with him. Why the both of you were... The both of you were suitably for the Altaian army. Should the two of you pass your test, I'd love if you would become my royal guards. Royal guards, sire? Though the stories tell me of me as a great hero, it is not so. There's only so much I can do by myself. That much I know to be true. The War of Shadows was won with the aid of comrades who wished for the same future as I. 'Twas not a lone romp across the land. I realized whether in peace or war, I needed people I can trust. Young, dynamic soldiers who can support and guide me. But the Royal Guard exists to protect the king. It is a role of immense importance. Are we even fit for such an esteemed duty? Yes, I believe so. I want you to be my Royal Guard. Jagan feels the same as I. Don't feel obligated to promise me. I won't think ill of you if you decline. And so I ask this of you once more. You need to answer me right away. It's quite alright. Please think it over carefully. Or you need not answer right away. En dat is dat. Dat is Prolog Chapter 5. Ik wil het hiermee laten, dames en heren. Mede omdat ik het heb verpest of verprutst in de eerste Prolog Chapter 4. Anyway, ik wil het hierbij laten. Vond u dit nou een leuke video? Laat het dan weten aan de hand van een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor meer content zoals dit. In de volgende aflevering gaan we verder met nog meer Prolog Chapters. Want er zijn er nog een stel die we moeten completen. That is that. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Ik ben XPGamesNL, sub voor meer content. Ik heb door dat een aantal mensen nog niet gesubbed zijn. Maar dat is meer op mijn Engelse video's, zo. Daar maak ik me niet al te druk om. Maar in ieder geval, ik hoop jullie de volgende keer terug te zien bij een nieuwe video. Tot ziens.